Net als veel andere dagjes uit is ook Safaripark Beekse Bergen gesloten dankzij de coronacrisis. En waar het park normaal op zonnige dagen zoals vandaag helemaal vol is, is er nu niemand te bekennen. Ja, het is eigenlijk best wel bizar om zo in zo'n leeg park rond te lopen. Je merkt dat de dieren er ook wel op reageren. Dat als er nu iemand langs loopt, dat ze ineens heel verbaasd zijn. En ja, voor ons als medewerkers is het natuurlijk heel raar om hier zonder bezoekers te lopen. En dus werd het tijd om het werk als ranger anders in te richten. Vanaf morgen zet ranger Chris 2 keer per week biologielessen online voor het basisonderwijs. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze eerste aflevering van Safari School. Ik ben ranger Chris. En ik ga vandaag met jullie eens kijken naar hoe je dieren in verschillende groepen in kan delen. Wij hebben hier in het safaripark ook een klaslokaal waar we normaal gesproken lesgeven aan scholen die hier op schoolreisje komen. Dus nu dachten we, brengen we het schoolreisje thuis. Nou, het is echt een les van ongeveer 10 minuten. Waarbij ik in het klaslokaal van alles uitleg over de dieren. Met wat voorwerpen erbij als voorbeeld. En dan hebben we online op de website ook nog wat werkbladen staan die kinderen achteraf ook kunnen doen. Dat zijn een beetje opdrachten naar aanleiding van het filmpje, naar aanleiding van de les. De les van morgen gaat over het indelen van dieren in diergroepen. En op zo'n werkblad wordt er dan gevraagd van, wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van vogels, om maar even iets te noemen. Nou, de lessen zelf, de filmpjes zijn overkoepelend. Proberen we een beetje een gemiddeld niveau aan te houden. En de werkbladen zijn gesplitst in onderbouw en bovenbouw. Niet alleen maar achteroverleunen met leuke filmpjes dus, want biologieles is hard werken. Maar kinderen mogen zelf laten weten waarover zij graag een les zouden krijgen. Ja, ik kan natuurlijk wel een heleboel onderwerpen bedenken, maar er zijn ongetwijfeld kinderen thuis die denken, maar dat onderwerp, daar wil ik heel graag iets over leren. Nou ja, dan kunnen we kijken of we daar een les van kunnen maken. Eén ding is zeker, over één onderwerp gaat het zeker niet op de Safari School. Nee, deze lessen zijn echt ter afleiding. Corona wordt niet genoemd, laten we helemaal lekker erbuiten.